Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 22 februari van Weerplaza. Het is vandaag opnieuw een fraaie en droge winterdag met veel zonneschijn, vanochtend al. Alleen in het noorden zijn wat meer wolken aanwezig. Het vriest de komende uren. Aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt. En vanmiddag wordt het 4 of 5 graden. En daarbij waait een matige oostelijke wind, windkracht 3 tot 4. En die maakt het voor het gevoel iets kouder. Vanavond gaat het alweer snel vriezen, 1 of 2 graden. En vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 2 en de 5 graden onder het vriespunt. Morgen wordt het in de middag hooguit 2 tot 4 graden. Maar er staat meer wind vanuit het oosten en die maakt het snijdend koud. Verder is er wel veel zonneschijn, alleen in het noorden zijn nog wat meer wolken aanwezig. Daarna komt de echte kou. Zondag wordt het overdag amper 2 graden. En maandag hooguit een graad boven het vriespunt. En in de nacht en vroege ochtend vriest het veelal licht tot matig. En vrijdag staat er veel wind. Dus de komende dagen is het beren koud. Ik ben Diana Woe van Weerplaza.